heren die hier vandaag acte présence maken op de catwalk. Nou, meneer de DJ, heb je nu wel muziek? Heren! Heren, jullie willen gewoon niet weten wie er gewonnen heeft, hè? Dat is niet belangrijk, hè? Want eigenlijk zijn jullie ook alle 7 winnaars natuurlijk. Maar goed, ik moet toch een winnaar bekendmaken. Ik moet ook over 1 ding vertellen. Jullie krijgen overigens allemaal een mooi cadeautje. Van bijvoorbeeld Jean Center, een leuke kortingsbon. Van de Issy Paris, een heel mooi pakket voor de winnaar, heb ik gezien. Maar goed, er kan er maar eentje de winnaar zijn. Hebben jullie plezier gehad vandaag, jongens? Eerste catwalk ervaring, goed? Ja, top? Ja, een beetje ontdooid nou? Gaan we vaker doen? Okay. De winnaar, dames en heren, degene die er met de prijs vandoor gaat vandaag, dat is, en geef hem met name een applaus. Dames en heren, jullie applaus voor Ken! Wie is bij jou? Oké, heren, nog 1 keer naar voren alsjeblieft. En nog 1 keer. En kijk, wat je op een dag met die mensen kunt doen. Hè? Het wordt gewoon een leuk clubje bij elkaar. Je zou ze bijna gewoon samen inzetten. Even naar voren, allemaal. Walk to the front. So that they can get one good picture of you guys. Kalem var mı şöyle imzalatın? Kaç şey bir imzalatın? Ik heb ook nog een certificaat, ik weet niet waar, maar die krijg je zo. Oké, de heren van de contest. De dame is bekend, de heer is bekend. We gaan zo dadelijk nog even de dame en de heer erbij halen. Maar dat doen we niet voordat we de prijzen bekend hebben gemaakt. Overigens, Manuel, heel even hier. Kijk, dit is een van de juryleden van vandaag, dames en heren. Een van de juryleden.